أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allen verteld met betrekking tot de expedities tegen de rebellen tijdens het tijdperk van Hazrat Abu Bakr r.a. In dit verband is het volgende opgetekend met betrekking tot de 11e expeditie. Deze expeditie werd geleid door Muhajir bin Abi Umayya tegen de opstandige afvalligen van Jemen. Hazrat Abu Bakr overhandigde een vlag aan Hazrat Muhajir bin Umayya r.a. en droeg hem op om de confrontatie aan te gaan met het leger van Aswad Ansi en om de Abna te helpen die aangevallen werden door Qais bin Makshuh en andere inwoners van Jemen. In die tijd waren er twee prominente kolonisten in Jemen. Ten eerste waren er de inheemse mensen die behoorden tot de stammen van Saba en Himyar. En ten tweede de mensen van Perzische afkomst die Abna werden genoemd. In die tijd vormden de Abna de machtigste minderheid in Jemen. Gedurende enige tijd was de heerser van Jemen onderworpen aan het koninkrijk van de Khosro's. En als zodanig werden de meeste overheidsfuncties bezet door de Abna. Niettemin is opgetekend dat Hazrat Abu Bakr Hazrat Muhajir opdroeg om, nadat hij zijn taak had volbracht, op te rukken naar Hadramaut en de confrontatie aan te gaan met de stam van Kinda. Hadramaut is een uitgestrekte regio in het oosten van Jemen. Die bestaat uit tientallen dorpen. De afstand tussen Hadramaut en Sana'a bedroeg 216 mijl. Kinda is de naam van een Jemenitische stam. Wat betreft de details over Hazrat Muhajir, is opgetekend dat zijn naam Muhajir bin Abi Umayya bin Mughira bin Abdullah was. Hazrat Muhajir bin Abu Umayya was de broer van Umme Salama, moeder der gelovigen. Hij nam deel aan de slag van Badr, maar vocht aan de kant van de afgodendienaren. Die dag werden twee van zijn broers, Hisham en Masoud, gedood. Zijn eigenlijke naam was Walid, maar werd door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam veranderd. Volgens een verhaal bleef Hazrat Muhajir achter tijdens de slag van Tabuk, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkeerde van de strijd, was hij ontevreden over hem. Op een dag was Hazrat Umme Salama het hoofd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan het wassen en zei: hoe kan iets mij baten terwijl u ontevreden bent over mijn broeder? Zodra Hazrat Umme Salama tekenen van zachtmoedigheid en vriendelijkheid in de houding van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opmerkte, gebaarde zij naar de dienstmeid die vervolgens Muhajir binnenbracht. Muhajir bleef zijn uitleg geven, zozeer zelfs dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het accepteerde en tevreden met hem werd en hem benoemde tot gouverneur van Kinda. Hij werd echter ziek en kon er niet heen gaan.
Daarom schreef hij naar Ziyad om ook zijn taken uit te voeren. Toen Muhajir hersteld was, ging Hazrat Abu Bakr r.a. verder met zijn benoeming tot gouverneur en maakte hem gouverneur van het gebied dat zich uitstrekte van Najran tot aan de verre grenzen van Jemen. En hij gaf hem ook de opdracht om te vechten. Dahak bin Feroz vertelt: gedurende de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was Jemen de eerste plaats waar de golf van afvalligheid begon. Deze werd geleid door Dhul-Khimar Abhala bin Qab, die bekend werd onder de naam van Aswad Ansi. Aswad Ansi was het hoofd van de Jemenitische stam van Ans. Hij werd Aswad genoemd omdat hij een donkere huidskleur had. In een andere vertelling is zijn naam opgetekend als Ahla bin Qab bin Auf in plaats van Abhala bin Qab. Aswad Ansi's benaming was Zulkhimar, omdat hij altijd bedekt was met een doek. Volgens sommigen kan zijn benaming ook gevonden worden als Zulkhumar, wat iemand is die altijd bedwelmd is. In sommige verhalen wordt gezegd dat zijn titel Zulkhimar was. Een van de redenen die wordt genoemd is het feit dat Aswad een tamme ezel had. Als hij tegen hem zei dat hij voor zijn meester moest buigen, dan boog hij. Als hij tegen hem zei dat hij moest zitten, dan ging hij zitten. En als hij tegen hem zei dat hij moest staan, dan ging hij staan. Sommigen zijn van mening dat hij Zulkhimar werd genoemd, omdat hij zou beweren dat wie hem kwam bezoeken, dit zou doen terwijl hij op een ezel reed. Niettemin nam Aswad de titel van Rahman al-Yaman aan, net zoals Musalma de titel van Rahman al-Yamama aannam. Hij beweerde ook dat hij openbaringen ontvangt en van tevoren op de hoogte was van alle listen van zijn vijand. Aswad was een illusionist en toonde allerlei eigenaardige toverkunsten aan de mensen. Volgens een verhaal in Sahih al-Bukhari werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vooraf door middel van een droom ingelicht dat er twee valse aanspraakmakers op het profeetschap zouden ontstaan. Hazrat Abu Huraira verhaalt in een hadith: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما Sahib Sana'a wa Sahib al-Yamama. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: terwijl ik sliep, werden mij de schatten der aarde gebracht. En twee armbanden van goud werden in mijn handen gelegd, hetgeen mij zeer ontstemde. Toen openbaarde Allah mij dat ik erop moest blazen, en toen ik dat deed, verdwenen zij. Ik interpreteerde hen als representanten van de twee leugenaars tussen wie ik geplaatst ben, Aswad Ansi van Sana'a en Musalma Kadhab van Yamama. In Sahih al-Bukhari is er een andere vertelling waarin Hadrat Ibn Abbas vertelt: de droom van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd aan mij overgeleverd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: terwijl ik sliep, zag ik in een droom dat twee gouden armbanden in mijn handen werden geplaatst die mij zeer verontrusten. Toen werd mij geopenbaard dat ik erop moest blazen. En toen ik dat deed, vlogen zij weg. Dat wil zeggen, toen Allah Almachtig hem dat zei. Ik interpreteerde hen als twee leugenaars die tegenover mij zouden opduiken. De verteller Ubaidullah zei: een van hen was Ansi, die door Feroz in Jemen werd gedood. En de andere was Musalma Kadhab. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een brief schreef aan de Perzische keizer Khosrows, waarin hij hem uitnodigde tot de islam, werd hij woedend en droeg zijn ondergeschikte gouverneur van Jemen, Badhan, op. Sommigen hebben zijn naam genoteerd als Badhan. Dat hij het hoofd van deze persoon met een zwaard moest afhakken, dat wil zeggen de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam. Badhan stuurde twee mensen naar de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, maar deze verklaarde:
Mijn Allah heeft mij meegedeeld dat jullie koning gedood is door zijn zoon Shirawai en dat hij de troon als koning heeft bestegen. Tegelijkertijd nodigde hij Badhan uit tot de islam en zei dat als hij de islam accepteert, hij zoals gebruikelijk gouverneur van Jemen zal blijven. Toen zij dit hoorden, keerden de twee mensen terug. Badhan werd dit alles verteld en in die tijd werd hem meegedeeld dat dit werkelijk was gebeurd. Waarbij de zoon van Khosroes, Shirawai, hem had gedood en als koning op de troon was gekomen. Toen Badhan getuige was van de vervulling hiervan, aanvaarde hij de uitnodiging van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tot de islam. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg hem op om als gouverneur van Jemen te blijven. Met betrekking tot deze brief en uitnodiging tot de islam, en wat Khosroes zei, heeft Hazrat Musleh Maud geschreven. Abdullah bin Hudhafa verhaalt, toen ik aankwam bij het koninklijke hof van Khosroes, vroeg ik om toestemming om binnen te komen en die werd mij verleend. Toen ik naar voren stapte om de brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Khosroes te overhandigen, beval hij een tolk om het hem voor te lezen. Nadat de tolk klaar was met het vertalen en voorlezen van de brief aan hem, verscheurde Khosroes de brief in woede. Abdullah bin Hudhafa radhiyallahu anhu rapporteerde het incident aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Bij het horen van het verslag zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: wat de Khosroes met mijn brief heeft gedaan, is precies wat God Almachtig met zijn koninkrijk zal doen. Het gedrag van Khosroes bij deze gelegenheid was het resultaat van de verderfelijke propaganda die tegen de islam werd gevoerd door Joden die van Byzantijns grondgebied naar Iran waren gemigreerd. Deze Joodse vluchtelingen steunden Khosroes bij anti-Byzantijnse intriges in Iran en waren daardoor zijn lievelingen geworden. Khosroes werd woedend gemaakt tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De propaganda die de Joden hadden gebracht leek hem door deze brief te worden bevestigd. Hij dacht dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn koninkrijk wilde overnemen. Met andere woorden, hij dacht dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn koninkrijk voor zichzelf wilde hebben. Spoedig na de ontvangst van deze brief schreef Khosroes een brief aan de door hem benoemde gouverneur van Jemen, waarin hij verklaarde: een man onder de Quraysh heeft zichzelf tot profeet verklaard en heeft in zijn aanspraken alle perken overschreden. Stuur onmiddellijk twee soldaten naar hem toe om hem gevangen te nemen en hem naar mijn hof te brengen. Badhan, die in die tijd gouverneur van Jemen was onder Khosroes, stuurde een commandant samen met iemand op een rijdier naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij gaf hen ook een brief gericht aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin stond dat de heilige profeet na ontvangst van de brief de twee boodschappers onmiddellijk moest vergezellen naar het hof van Khosroes. De twee scheepten zich in richting Mekka. Ergens in de buurt van Taif kregen zij te horen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Medina woonde, waarop zij op weg gingen naar Medina. Bij aankomst vertelde deze commandant de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat Badhan, de gouverneur van Jemen, opdracht had gekregen van Khosroes om de profeet te arresteren en hem terug te begeleiden naar Khosroes. Als de profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde te gehoorzamen, zou Khosroes hem vernietigen en zijn volk zou worden vernietigd en hun land zou in puin worden achtergelaten. Zij drongen er dus op aan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met hen terug zou komen. Na geluisterd te hebben naar wat zij te zeggen hadden, stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor dat de afgevaardigden hem de volgende dag weer zouden zien. 'S Nachts bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tot Allah de Almachtige, die hem meedeelde dat de straf voor Khosroes misstap was dat zijn eigen zoon tegen hem zou worden opgezet en hem zou vermoorden op maandag 10 Jamadul Ula van datzelfde jaar. Volgens sommige vertellingen werd in de openbaring gezegd: de zoon heeft de vader juist deze nacht vermoord. Het is mogelijk dat diezelfde nacht 10 Jamadul Ula was. In de ochtend liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Jemenitische afgevaardigden komen en vertelde hen van wat hem in de nacht was geopenbaard. Toen bereidde hij een brief voor aan Badhan.
waarin stond dat de Almachtige God hem had meegedeeld dat Khosrows op een bepaalde dag van een bepaalde maand zou worden vermoord. Toen de gouverneur van Jemen de brief ontving, zei hij: als deze man een ware profeet is, zullen de gebeurtenissen plaatsvinden zoals hij zegt. Indien hij echter niet waarachtig is, dan zijn hij en zijn volk niet meer veilig. Spoedig daarna ging een boot uit Iran voor anker in de haven van Jemen. Het bracht een brief van de keizer van Iran aan de gouverneur van Jemen. Toen hij het zegel op de brief zag, concludeerde de gouverneur dat de profetie van de profeet uit Medina waar was gebleken. Iran was onder het bewind van een nieuwe koning, want de brief droeg het zegel van een andere koning. Hij opende de brief waarin stond van Khosrows Shirawai aan Badhan, de gouverneur van Jemen. Ik heb mijn vader, de overleden koning, vermoord, omdat hij bloedvergieten veroorzaakte in het land. Hij vermoordde de edelen en behandelde zijn onderdanen met wreedheid. Verzamel, zodra u deze brief ontvangt, alle officieren en vraag hun trouw aan mij te bevestigen wat betreft de bevelen van mijn vader om een profeet in Arabië te arresteren. Die bevelen worden herroepen. Bij het lezen van deze brief was Badhan zo onder de indruk van deze gebeurtenissen dat hij en zijn metgezellen daar en toen de islam aannamen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan op de hoogte brachten. Dit werd vermeld door Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu in inleiding tot de studie van de heilige Koran. Na de dood van Badhan benoemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam moslimleiders als gouverneurs in verschillende delen van Jemen. Muad bin Jabal werd aangesteld als de aangewezen leraar van alle regio's van Jemen en Hadramaut en bezocht die gebieden dus regelmatig. Aswad, die waarzegger was en in het zuidelijk deel van Jemen woonde, wist door zijn illusies, bedrog en poëtische rijmpjes al snel veel mensen naar zich toe te trekken en later beweerde hij een profeet te zijn. Hij stelde zich aan het volk voor alsof een engel tot hem kwam en hem van alles op de hoogte bracht. En ook de geheime plannen van zijn vijanden blootlegde. Hierdoor sloten vele eenvoudigen en ontwetenden zich bij hem aan. Aswad Ansi verkondigde ook dat Jemen rechtmatig aan het Jemenitische volk toebehoort en dus schaarden vele inwoners van Jemen zich achter deze kreet van nationalisme. Dit is een eeuwenoude tactiek die ook nu nog wordt toegepast. De verdeeldheid en conflicten die wij over de wereld verspreid zien, zijn hieraan te danken. Maar omdat de islam zich nog niet stevig gevestigd had in Jemen, sloot het volk van Jemen zich aan bij Aswad om in naam van nationalisme de soevereiniteit te veroveren op een vreemde heerser. Op het moment dat het nieuws van deze zorgelijke ontwikkeling Medina bereikte, was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bezig met het wreken van de martelaren van de slag van Mota en het voorbereiden van het leger van Hazrat Osama radhiyallahu anhu om aanvallen vanuit het noorden te weerstaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde een boodschap naar de stamhoofden van Jemen om door te gaan met hun inspanningen om Aswad te bestrijden en zodra het leger van Osama zegevierend terugkeert, zou hij hen richting Jemen sturen. Het leger van Aswad Ansi bestond uit 700 ruiters. Hij had een groot leger gevormd en dit was niet met inbegrip van degenen die op kamelen reden. Na verloop van tijd nam zijn sterkte geleidelijk toe. Zijn vertegenwoordiger in de Muzhij-stam was Amr bin Mahdi Karib. Hij was een vermaard ruiter, dichter en redenaar in Jemen. Zijn roepnaam was Abu Thor. In 10 Hijri maakte hij deel uit van een delegatie van zijn stam, Banu Zabid, die naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ging en de islam aanvaarde. Na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd hij een afvallige, maar keerde later terug tot de waarheid en nam deel aan de slag van Qadisiyya, waarin hij buitengewone diensten verrichtte. Hij overleed in de laatste dagen van de khilafat van Hazrat Omar. Er staat geschreven dat Aswad Ansi eerst de mensen van Najran aanviel en Hazrat Amr bin Hazm en Hazrat Khalid bin Said verjoeg. Daarna viel hij Sana aan, waar Hazrat Shahar bin Badhan
tegen hem opstond, maar werd gemarteld. Hazrat Muad bin Jabal was in die dagen in Sana'a. Maar in het licht van wat er was gebeurd, ging hij naar Hazrat Abu Musa in Ma'arib, vanwaar zij beiden naar Hadramaut gingen. Op deze manier kreeg Aswad Ansi greep op alle delen van Jemen. Na het martelaarschap van Hazrat Shahar bin Badhan trouwde Aswad Ansi met zijn weduwe met dwang, wiens naam Marzobana was. Of volgens sommige andere boeken was het Azad. Op hetzelfde moment kwam er een brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gericht aan de moslims van Hadramaut en Jemen, waarin hij hen opdroeg om tegen Aswad Ansi te vechten. Als gevolg hiervan stond Hazrat Muad bin Jabal op voor deze taak die moed gaf aan de moslims. Jisnas Delmi zegt: Wabar bin Johannes kwam naar ons met een brief van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In sommige gevallen is de naam van Jisnas Delmi ook opgetekend als Joshash Delmi. In ieder geval behoorde hij tot degenen in Jemen aan wie de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een brief stuurde met instructies om Aswad Ansi te doden. Wat hij samen met Feroz en Dozowe deed. De naam van Wabr bin Johannes is ook opgetekend als Wabra bin Johannes. Hij behoorde tot de Abna van Jemen en ging in 10 Hijri naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om de islam te accepteren. Hij zegt: in die brief droeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons op om standvastig te blijven in ons geloof en om Aswad Ansi te bestrijden door strijd of een andere strategie. Bovendien werd ons opgedragen om deze boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over te brengen aan anderen die vast overtuigd waren van de islam en bereid waren om het geloof te verdedigen. Wij volgden deze instructies op, maar wij realiseerden ons dat het verslaan van Aswad een zeer moeilijke taak zou zijn. Jisnas Delmi verklaart: wij kwamen te weten dat er een geschil was ontstaan tussen Aswad en Qais bin Abdiyaghuth. Ze hadden oneenigheid. Of er was op zijn minst enige wrok tussen hen ontstaan. En daarom kwam het ons voor dat Qais vreesde voor zijn leven. Over de naam en afstamming van Qais bin Abdiyaghuth wordt verschillend gedacht. Volgens één verklaring was zijn naam Hubera bin Abdiyaghuth. En er wordt ook gezegd dat het Abdiyaghuth bin Hubera was. In ieder geval verklaart Abu Musa dat hij Qais bin Abdiyaghuth bin Makshu heette. Volgens de ene verklaring was hij geen metgezel, terwijl hij volgens anderen de eer had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te ontmoeten en zelfs iets van hem heeft verhaald. Hij behoorde tot degenen die Aswad Ansi doden en was de neef van Amr bin Wadi Karib. Hij was een van de mensen in Jemen die afvallig werden, maar hij keerde later terug tot de islam en zijn naam wordt speciaal genoemd in verband met de verovering van Irak en de slag van Qadisiyya. Hij maakte deel uit van de slag van Nihawand en was aan de zijde van Hazrat Ali r.a. in de slag van Siffin en werd in deze slag gemarteld. Jisnas Delmi zegt: wij nodigden Qais uit tot de islam en brachten hem de boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over. Zijn reactie deed het lijken alsof wij uit de hemel waren neergedaald en hij aanvaarde onmiddellijk wat wij hadden overgebracht. Op dezelfde manier communiceerden wij ook schriftelijk met anderen. Vele stamhoofden waren ook bereid om tegen Aswad te vechten en zij schreven brieven aan ons waarin zij hun hulp toezegden. Wij antwoordden door hen brieven te schrijven waarin wij zeiden dat zij, totdat wij een definitieve beslissing hadden genomen, hun posten niet mochten verlaten, omdat het, na een boodschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te hebben ontvangen, noodzakelijk was geworden om tegen Aswad op te treden. Op dezelfde manier had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook aan alle inwoners van Najran geschreven betreffende de kwestie van Aswad. En zij accepteerden wat hij had gezegd. Toen Aswad dit vernam, besefte hij dat zijn einde in zicht was. Jisnas Delmi zegt: een idee kwam bij mij op. Ik ging naar Aswads vrouw Azad, die de weduwe was van Shahar bin Badhan. Aswad trouwde met haar nadat hij Shahar bin Badhan had vermoord. Ik herinnerde haar aan het martelaarschap van haar eerste echtgenoot, Hazrat Shahar bin Badhan, door toedoen van Aswad.
aan andere leden van haar familie die door hem gedood werden en aan de vele vernederingen en onrechtvaardigheden waarmee hij haar familie confronteerde en vroeg haar om ons te helpen tegen Aswad. Zij stemde graag in en zei, bij God, ik vind Aswad de slechtste van Allah's schepping. Hij eert geen van de rechten die God toekomen. En hij onthoudt zich van geen van de dingen die Allah verboden heeft. Breng mij daarom op de hoogte wanneer u er klaar voor bent. En ik zal u helpen met het bedenken van een list. Uiteindelijk werd een volledig plan gevormd en met de hulp van Aswad Ansi's vrouw werd op een nacht Aswad Ansi's vesting doorbroken en werd hij gedood. In de ochtend riep een luide en duidelijke stem vanaf de top van een van de muren van het fort dat de rebelse afvallige Aswad Ansi aan zijn einde was gekomen, waarop zowel moslims als ongelovigen zich rond het fort verzamelden. Zij riepen toen de azaan voor het ochtendgebed en zeiden Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah, dat zij getuigen dat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs boodschapper is. Aswad Ansi was een leugenaar. Zij wierpen toen zijn hoofd voor de mensen. Op deze wijze kwam deze opstand tot stand en werd in een tijdspanne van 3 maanden neergeslagen. Of volgens een ander verhaal duurde het 4 maanden. Alle gouverneurs en leiders van hun respectievelijke gebieden gingen zich bezighouden met hun werk volgens hun gebruikelijke routine. Hazrat Maaz bin Jabal, r.a. zou hen voorgaan in het gebed. Tegen de tijd dat het nieuws van Aswad Ansi's dood, de nederlaag van zijn troepen en het einde van de opstand werd verzonden naar de heilige profeet, s.a.w., was hij overleden. Volgens een verhaal ontving de heilige profeet, s.a.w., voordat hij overleed, het nieuws van Aswad Ansi's dood door openbaring in de nacht dat hij werd gedood. Dus de heilige profeet, s.a.w., informeerde zijn metgezellen hierover en vertelde hen ook dat Feroz hem had gedood. Nadat Hazrat Abu Bakr tot kalif was gekozen, was het eerste goede nieuws dat hij ontving de dood van Aswad Ansi. De nacht dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het nieuws van Aswad's dood ontving, overleed de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de volgende ochtend. Volgens een andere overlevering werd het nieuws van Aswad's dood ontvangen toen de begrafenis van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam plaatsvond. In één verhaal bereikte het nieuws van Aswad Ansi's dood Medina ongeveer 10 of 12 dagen na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Tegen die tijd was Hazrat Abu Bakr benoemd tot khalifa. Er zijn verschillende verhalen, niettemin, dit incident vond plaats gedurende deze dagen, 8 of 10 dagen voor of na. Na de moord op Aswad werd de moslimheerschappij in Sana'a hersteld. Er kwam echter opnieuw een golf van opstand in Jemen op. Toen het nieuws zich in Jemen verspreidde over het overlijden van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, verslechterde de situatie die aan het verbeteren was. Qais bin Abdiyaghuth, die zich aansloot bij Feroz bin Bazawi en overliep van Aswad en uiteindelijk Aswad doodde met hun hulp, wankelde opnieuw in zijn loyaliteit aan de islam. Hij was een intelligent en vastberaden individu die gedreven werd door nationale vooroordelen. De Perzische overheersing in Jemen zou hem altijd woedend maken. Hij wenste de welvaart en de collectieve en economische superioriteit van de Abna te vernietigen. Hij was reeds een succesvol legeraanvoerder. Hij spande samen met de legeraanvoerders van Aswad's leger om de Abna uit het land te verwijderen. Zijn relatie met Feroz en Bazawi liep stuk. Nadat hij hem bedrogen had, liet hij Bazawi vermoorden. Maar Feroz wist te ontsnappen. Feroz informeerde Hazrat Abu Bakr over zijn loyaliteit en de loyaliteit van de Abna. En hij verzocht hem ook om hulp, zeggende dat zij bereid zijn om elk offer te brengen ter wille van de islam. Het is vermeld dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed, de gouverneur van Hadramaut, Ziyad bin Labid, r.a. was. Hazrat Ziyad bin Labid was een metgezel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De naam van zijn zoon was Abdullah. Hazrat Ziyad kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontmoeten met 70 metgezellen tijdens de tweede belofte te Aqaba en aanvaarde de islam. Toen hij terugkeerde naar Medina, brak hij de afgoden van zijn stam, de Banu Bayada, die zij plachten te aanbidden. Hij migreerde vervolgens om bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in Makkah te zijn en bleef daar totdat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Medina migreerde,
waarna hij ook migreerde. Om deze reden stond Hazrat Ziyad bekend als een Muhajir Ansari, omdat hij een Muhajir was en ook deel uitmaakte van de Ansar. Hazrat Ziyad nam deel aan de slag van Badr en Uhud en alle andere veldslagen aan de zijde van de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam. Toen de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, naar Medina migreerde, kwam hij door de buurt van de Banu Bayada. Hazrat Ziyad zei, ahlan wa sahlan, en bood zijn huis aan voor de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, om te verblijven. De heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei om zijn kameel vrij te laten, omdat het zijn eigen weg wel zou vinden. In Muharram van 9 Hijri benoemde de heilige profeet, sallallahu alaihi wasallam, aparte collecteurs voor aalmoezen en zakat. Zo benoemde hij Hazrat Ziyad als de verzamelaar voor het gebied van Hadramaut. Hij bleef in dit ambt tot de khilafat van Hazrat Umar. Nadat hij van dit ambt was ontheven, vestigde hij zich in Kufa en overleed daar in 41 Hijri. Met betrekking tot Hazrat Muhajir's expeditie naar Najran staat geschreven dat van de 11 vlaggen die werden voorbereid door Hazrat Abu Bakr, Hazrat Muhajir bin Abi Umayyah's leger de laatste was die Medina verliet naar Jemen. Met Muhajir was er een contingent dat bestond uit de Muhajirin en de Ansar. Toen dit contingent Makkah passeerde, sloot de emir van Makkah, Khalid bin Usaid, die de broer van Atta bin Usaid was, zich ook bij hen aan. Toen dit leger Taif passeerde, sloot Abdurrahman bin Aas zich bij dit leger aan, samen met zijn eigen leger. Op dezelfde manier sloten verschillende stammen zich onderweg bij Hazrat Muhajir aan. Waardoor het een enorm leger werd. Met betrekking tot de gevangenneming van Amr bin Mahdi Karib en Qais bin Makshu staat geschreven, wat al eerder is vermeld, dat vanwege zijn valse gevoel van moed en kracht, Amr bin Mahdi Karib in opstand kwam tegen de moslimregering en ook Qais bin Abdi Yaghuth bij hem voegde. Beiden bezochten elke stam en zetten hen op tegen de moslims. Op deze manier hezen zij de vlag van rebellie hoog. Het resultaat was dat alle stammen Amr bin Mahdi Karib steunden en tegen de moslims in opstand kwamen, behalve de christenen van Najran die een vriendschapsband met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden gezworen en, volgens de gewoonten van die tijd, bleven zij ook in de tijd van Hazrat Abu Bakr trouw aan hun gelofte. Allah's macht manifesteerde zich op zo'n manier dat toen het volk van Jemen het nieuws begon te ontvangen van de komst van Hazrat Muhajir met een groot leger, zij uiterst bezorgd werden over hoe zij het leger van Hazrat Muhajir zouden kunnen trotseren. Zij waren nog steeds in de toestand toen een geschil uitbrak tussen hun leiders Qais en Amr bin Mahdi Karib. En ondanks het feit dat zij beiden hadden gezworen tegen Hazrat Muhajir te vechten, begonnen zij elkaar schade toe te brengen. Uiteindelijk besloot Amr bin Mahdi Karib zich bij de moslims aan te sluiten. En dus viel hij samen met zijn mannen de woning van Qais aan. Hij nam hem gevangen en stelde Qais voor aan Hazrat Muhajir. Hazrat Muhajir nam echter niet alleen Qais gevangen, maar arresteerde ook Amr bin Mahdi Karib en schreef naar Hazrat Abu Bakr r.a. met betrekking tot hen en stuurde hen beiden naar hem. En zo werden Qais en Amr bin Mahdi Karib naar Hazrat Abu Bakr gebracht. Hazrat Abu Bakr zei tegen Qais, jij hebt het volk van God gedood terwijl je wreedheid en onderdrukking beging. Je hebt ook de gelovigen verlaten en vriendschap gesloten met de afgodendienaars en de opstandige afvalligen. Hazrat Abu Bakr had besloten hem te doden als een misdaad van hem onomstotelijk kon worden vastgesteld. Qais ontkende echter iedere betrokkenheid bij de samenzwering om Bazawai te doden. Omdat deze operatie zeer discreet was uitgevoerd, kon er geen duidelijk bewijs tegen Qais worden gevonden. Omdat er geen duidelijk bewijs kon worden gevonden, onthield Hazrat Abu Bakr zich daarom van het doden van hem. Vervolgens, met betrekking tot Amr bin Mahdi Karib, verklaarde Hazrat Abu Bakr, voel jij niet de vernedering van het dag na dag geconfronteerd worden met de nederlaag en dat de strop om jouw nek, als het ware, zich blijft spannen?
Als jij deze godsdienst steunt, dan zal Allah jou een verheven positie geven. Hazrat Abu Bakr bevrijdde hem ook. En beide personen, dat wil zeggen Amr en Qais, mochten terugkeren naar hun stammen. Hierop verklaarde Amr: ik zal zeker de richtlijn van Amirul Mu'minin accepteren en zal nooit meer zo'n fout begaan. Omdat er geen duidelijk bewijs tegen beiden was gevonden, en ook vanwege hun kennis en positie van leiderschap, werden zij beiden vergeven. Terwijl hij melding maakte van hun vergeving, schreef een andere geschiedschrijver met betrekking tot Hazrat Abu Bakr dat hij een grote vooruitziende blik, wijsheid en de volledige kennis van de zaken bevat. Waar er behoefte was om strengheid te tonen, deed hij dat. En waar er behoefte was om vergeving en vergiffenis te tonen, deed hij dat. Hazrat Abu Bakr had een vurig verlangen om alle mensen van verschillende stammen die verspreid waren geraakt te verzamelen, om zich te verenigen onder de vlag van de islam. Door zijn politieke scherpzinnigheid wilde hij de leiders van verschillende stammen die tot de waarheid waren teruggekeerd, vergeven. Toen de afvallige stammen van Jemen werden onderworpen en getuigen werden gemaakt van de macht en het gezag van de islamitische regering en ook van de eer, de macht en de grootsheid van de moslims, aanvaarden alle deze stammen het gezag van de islamitische regering en beloofden zij ook hun gehoorzaamheid aan de khalifa van de boodschapper, sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr vond het gepast om vriendschappelijke betrekking aan te knopen met de leiders van deze verschillende stammen. En in plaats van strenge maatregelen tegen hen te nemen, toonde hij hen vriendelijkheid en medeleven. Vervolgens werden hun straffen geroepen. En hij sprak met hen op een vriendelijke manier en gebruikte de invloed die deze stammen uitoefenden voor de verbetering van de moslims. Hazrat Abu Bakr vergaf hen van hun fouten en behandelde hen met vriendelijkheid. Qais bin Abdiyagoth en Amr bin Madi Karib werden als zodanig behandeld. Beiden behoorden tot de moedigste en intelligentste mensen van Arabië en Hazrat Abu Bakr wenste niet dat zij verloren zouden gaan. Hazrat Abu Bakr probeerde hen tot de kudde van de islam te brengen en hen van hun afvalligheid van de islam af te brengen. En zo bevrijdde Abu Bakr Amr bin Madi Karib. En na die dag is hij nooit meer afvallig geworden. En in feite aanvaarde hij de islam en leefde zijn leven als een goede moslim. Allah schonk hem zijn steun en hij was in staat een belangrijke rol te spelen in de islamitische veroveringen. Zo had ook Qais berouw over zijn daden in het verleden en Abu Bakr r.a. vergaf ook hem. Het vergeven van deze twee grote Arabische strijders had een diepgaande invloed. Hierdoor verenigde Abu Bakr de harten van de afvalligen, die ofwel uit angst ofwel uit hebzucht naar iets terugkeerden naar de islam. Hazrat Abu Bakr vergaf ook Ashas bin Qais. Op deze manier won Siddiq r.a. hun harten. En deze mensen werden een middel van steun en een bron van kracht voor de moslims. Met andere woorden, zij werden op geen enkele manier gedwongen. In feite aanvaarden zij vrijwillig de islam en beloofden hun gehoorzaamheid aan Hazrat Abu Bakr. Hazrat Muhajir ging vanuit Najran richting Lahjiya. En toen hun ruiters de mensen van dat gebied omsingelden, vroegen zij om een vredesverdrag. Maar Muhajir weigerde hen een vredesverdrag aan te bieden. Daarop splitsten zij zich op in twee groepen. Een van de groepen was met Hazrat Muhajir en zij vochten in Ajib. Ajib ligt in Jemen. De andere ruiters vochten in Achabis onder het bevel van Hazrat Abdullah. De vijand werd gedood op elk pad waar zij van vluchtten. Toen de Banu Ak in opstand kwamen in Alab, een gebied in Jemen, kregen zij de naam Achabis. En het pad waar de strijd werd gestreden tegen deze slechte en boosaardige mensen stond bekend als Tariq al-Achabis. Over Hazrat Muhajir, die Sana bereikte, staat geschreven dat hij vertrok uit Ajib. En bij het bereiken van Sana beval hij dat de verschillende stammen die gevlucht waren achtervolgd moesten worden. De moslims doodden allen die zij gevangen namen en vergaven geen enkele persoon die kwaad had gedaan. Maar buiten hen werd het berouw van ieder die berouw toonde aanvaard. Degenen die oorlog voerden en wreedheid begingen, werden niet vergeven, maar de anderen werden wel vergeven en zij werden behandeld op basis van hun vroegere omstandigheden
En er was hoop dat zij zich opnieuw zouden kunnen bekeren. Het volgende verslag is vrij gedetailleerd. Dus zal ik de preek hier beëindigen en, als God het wil, dat deel in de toekomst vertellen. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر